Een blauwpunt parade uit 1964. Wel een vorm van zelfbestuur op de westelijke Jordaanoever. Maar voor veel Palestijnen is hij een soort onderaannemer van de Israëlische bezetting. En ja, waarom zien ze hem zo dan? Nou, omdat er een soort samenwerking is tussen Israël en de Palestijnse autoriteit. Want daar is Abbas het hoofd van. Die samenwerking is er op verschillende terreinen. Dat is eigenlijk begonnen met de Oslo-akkoorden van de jaren 90. Waar ook nog een Nobelprijs voor is uitgereikt aan destijds leiders van de Israëli's en de Palestijnen, Arafat aan de ene kant, Rabin en Peres aan de andere kant. En er is nog steeds een soort van samenwerking. Maar heel veel Palestijnen vinden eigenlijk dat dat totaal niet meer van deze tijd is, dat we moeten stoppen. En rekenen dat Abbas zwaar aan. Ja, en dan is het ook nog eens zo dat Abbas voorlopig weigert om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Ja. Waardoor hij zichzelf natuurlijk maar op die positie kan laten. Klopt, ja. Ja. Dus dat is dat zorgt er allemaal voor dat dus zijn autoriteit aan het afnemen is. Absoluut. Ja. Dus, en vrees je daarbij dan wel voor een escalatie ook? Want als de reactie wordt overgelaten aan de islamitische jihad en aan Hamas, en als aan de kant van Israël er vervolgens ook weer hard op gereageerd wordt, ja, wie weet belanden we dan weer in een hele nare situatie. Ja, en dat zie je ook wel, dat die zorgen er ook zijn. En als je naar opiniepeilingen kijkt, dan zie je ook dat heel veel Palestijnen en Israëliërs ook vrezen voor een intifada, dat zou de derde gewapende Palestijnse opstand zijn. En die hebben in het verleden tot heel veel doden geleid. Aan de Israëlische kant nog meer aan de